Als je van plan bent veel tijd achter je nieuwe PC met Windows 7 door te brengen, wil je je er ook echt op thuis voelen. Hallo, mijn naam is Dave Johnson en ik ben een van de auteurs van het Windows Team. De komende vier minuten laat ik je zien hoe je de computer kan aanpassen aan je eigen wensen door de gebruikersafbeelding, de bureaubladachtergrond en de geluiden aan te passen. Je kan zelfs tekst beter leesbaar maken door de schermresolutie te wijzigen. Wanneer je het menu Start opent, zie je rechtsboven de gebruikersafbeelding. Deze afbeelding kan je aanpassen aan je eigen voorkeuren. Je doet dit door eerst op de afbeelding te klikken en daarna op Uw afbeelding wijzigen. Je kan een van de weergegeven afbeeldingen kiezen, maar je kan ook op Zoeken naar meer afbeeldingen klikken als je een andere foto wilt gebruiken. Ik kan bijvoorbeeld een foto van mezelf kiezen of iets anders, zoals mijn kat. Je kan je gebruikersafbeelding zo vaak wijzigen als je wilt. Iets anders dat je misschien vaak wilt wijzigen is de achtergrond van het bureaublad. Je herinnert je misschien nog dat je in Windows XP de achtergrondafbeelding en de schermresolutie allebei in eigenschappen voor beeldscherm kon instellen. Omdat dit eigenlijk twee verschillende soorten instellingen zijn, hebben we ze in Windows 7 gescheiden. Het aanpassen van de achtergrond is leuk om te doen, dus laten we daarmee beginnen. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies aan persoonlijke voorkeur aanpassen. Als je alleen een nieuwe afbeelding wilt kiezen, klik je op bureaublad achtergrond. Vervolgens zoek je een foto die je leuk vindt, zoals deze, en sla je de wijziging op. Ik ga nu iets laten zien dat vorige versies Windows nog niet hadden. Wanneer je je afbeeldingsbibliotheek kiest, verandert de achtergrond in een diavoorstelling van al je foto's. Je kan deze wijzigingen opslaan, maar je kan ook alleen bepaalde foto's selecteren voor de diavoorstelling, zoals ik nu doe. In kleur en vormgeving van vensters kan je ook de kleur van bureaublad elementen zoals de taakbalk en venstertitels aanpassen. Je kan ook instellen welke geluiden worden afgespeeld. Als je op geluiden klikt, zie je deze lange lijst met geluidsschema's. Als je een bepaald schema wilt beluisteren, Kies je het schema in de lijst en klik je op de knop Testen, om te horen welke geluiden worden afgespeeld als Windows je iets wil vertellen. Nadat je de bureaubladachtergrond, de vensterkleur en de systeemgeluiden hebt geselecteerd, kan je ze opslaan als een thema. Op die manier hoef je alleen een ander thema te kiezen als je iets anders wilt zien en horen. Als je een thema opslaat, wordt het hier weer gegeven in Mijn thema's. Je kan elk van deze bestaande thema's kiezen, maar ook nieuwe thema's downloaden van internet. Nu het bureaublad eruit ziet zoals je wilt, wil je misschien de resolutie van je beeldscherm aanpassen. In Windows XP deed je dat om de tekst op het scherm groter en beter leesbaar te maken. In Windows 7 is daar een betere manier voor. Elk beeldscherm heeft een optimale resolutie, de zogeheten native resolutie. Als je beeldscherm niet op deze resolutie is ingesteld, kan het er wazig of vervormd uitzien. Met name bij LCD- of TFT-schermen kan dit erg belangrijk zijn. Ik weet dat dit beeldscherm niet goed is geconfigureerd, omdat deze cirkel ovaal is. Als je je beeldscherm wilt instellen op de juiste resolutie, klik je met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies je schermresolutie. Als het goed is, detecteert Windows automatisch de native resolutie van je beeldscherm en kan je deze schuifregelaar naar de aanbevolen instelling slepen. Klik nu op OK en bekijk het resultaat. Als je beeldscherm deze resolutie om de een of andere reden niet kan weergeven, hoef je alleen 15 seconden te wachten tot de vorige instelling automatisch wordt hersteld. Je hoeft dus niets te doen. Maar wat als de tekst nu te klein is om goed te kunnen lezen? En je de tekst groter wilt maken. Wel, dan ga je gewoon terug naar het venster Schermresolutie en klik je hier. Kies een van deze instellingen. Hierdoor wordt de tekst geschaald, maar blijft de optimale resolutie voor foto's en andere grafische voorstellingen gehandhaafd. Dus als je ooit problemen hebt met het lezen van tekst op het scherm, ga je naar dit scherm en pas je deze instelling aan. Meer informatie vind je in de handleiding bij deze video. Deze bevat onder andere stapsgewijze instructies voor het verkennen van Windows 7.